Iedereen het daarmee eens, niet er niet mee eens is, die moet zijn vinger opsteken. Nee. Maar dan heb ik een vraag, is die in gebruik alleen of is die in bezit? Die mag je voor altijd bij je houden. Maar mag ik hem ook overdragen als ik dat aanvoel komen aan de, op mijn opvolger? Kijk, dat vind ik een even. Prima idee. Ja. Even de show. Minuten gesproken. En Pim, doe je hand hier even in. Ja. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Nou, daar komt hij. Dit is de gouden camera. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Bedankt allemaal. Ja? Like a train club, van Inferno willen uitstralen, omdat het, ja, met het idee van een dodenstad, omdat alles wat daar ligt is heel stil, je hoort het niet, je ziet het niet, terwijl dat wel de bedoeling is, je moet het horen, je moet het beleven, je moet het, ja, je moet het bijna voelen eigenlijk. In het huis, archief ligt hier ook opgeslagen, er zijn volgens mij pakken bij 3 mensen die hebben toestemming om daar naar binnen te gaan, want het is natuurlijk hartstikke privé allemaal. Sowieso zijn de meeste depots gesloten. Want elke keer dat je weer een deur open of dicht doet, dan wordt het warmer, kouder, vochtiger. Nou, van verzin het maar. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen eigenlijk. Om die collectie zo goed mogelijk te kunnen bewaren. In de hoop dat we wel alles uiteindelijk kunnen gaan digitaliseren. Een soort van reclamefilmpjes maken voor bruinkoolwinning. Maar je kunt het wel voorstellen.
Nee, dat is waar. Misschien dat de erven dan nog eens een keer wat meer willen. Maar die zijn al heel veel gemaakt, of niet? Nou, ik heb nog een hele, hele dure bruin en ik moet erven worden. Ja, die hadden dan een televisietje in huis om dat te testen. En zij konden dat dan kijken. En toen kwam natuurlijk de oorlog. De grondstoffen waren op en er waren wel andere dingen natuurlijk die belangrijk waren op dat moment. Dus het heeft stilgelegen. En ook na de oorlog heeft het een tijdje geduurd voordat het op gang kwam. Philips wilde op zich wel. Die zagen daar wel brood in. Alleen de regering heeft het ook nog wel een tijdje tegengehouden. Van jongens, laten we maar zuinig blijven met de dingen die we doen. En niet dat soort luxe producten. En de omroepvereniging, hè, die op de rem. Ja. Ja. Die zagen allerlei dingen op zich afkomen. Ja. Ja, vooral natuurlijk jaren 60, 70 kwamen die commerciële zenders er steeds meer bij. Ja, radio of Veronica. Dat het opgenomen wordt en gelijk uitgezonden. Ja. Oh. Ja, misschien is het niet tijdig niet meer gelegaliseerd, maar die zenden het zich gelijk uit te filmen zoals het is. Dat kun je dat zien. Ja. Die zien. Gefilmd door haar buurman. Er was een feestje beneden, volgens mij een bruiloft. En hij is gewoon lekker gaan filmen. En zij keek daar nog eens voor de oorlog uit het raam. Ja, dus dit is gezuurd. Ja, en dit ruik je dus ook als je beneden op min 5 staat. Aan die banden. Maar kunnen ze daar niks meer mee doen? Hier, met deze kunnen ze niks meer doen. Bij sommigen is het proces nog niet zo ver in werking en dan kunnen ze het nog repareren. Maar ik kan voorstellen dat die gedeeltes hier die nog kunnen het alleen nog bewaren. En hoe meer het is ook helemaal aan elkaar verkleed. Ja, dan moet je zo. Of een shot, hè? We maken even een shot. Ja. Ongelooflijk dure camera's waren dat. Ja. Toen in die tijd dat die verkocht werden, was je 2000 gulden was je kwijt voor zoiets. In de 50er jaren ongeveer. Ja. En dan inderdaad in die tijd. Ja, ja, ja. Ventilatoren, die grote oranje dingen die jullie zagen. Er zitten hier 8 ventilatoren. En als hier dus brand uitbreekt, wat natuurlijk al gebeurt, want er ligt ook best wel brandbaar materiaal. Dan gaat eerst het gebouw leeg en dan komt er windkracht 8 uit die ventilatoren. Die blazen zo, omdat er ook nog wel eens giftige stoffen kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld als dingen gaan branden. En hier, we zitten hier eigenlijk midden in een woonwijk. Dus dan gaat het heel snel de lucht in, zeg maar, om te zorgen dat het hier weg is. En in elk depot zijn ook sprinklerinstallaties. Die ook zeg maar per locatie aan kunnen gaan. Dus als er in één depot brand is, gaat het in het andere depot niet. De muren en de deuren zijn ook brandwerend om zoveel mogelijk proberen de schade te beperken. Oh ja, dan moet je heen. Oh, wat goed. Kan je goed sturen, ja? Thank you.
drie buizen en die moest je dus bij elkaar zetten. Dezelfde plaats gaan zitten. Ja, ik begrijp dat jullie mij niet graag zien. Ik ga weer hoor. Goed zo. Wanneer ben je weg? Het voordeel is dat ik op de handeling ben. Het kan beter worden. Thank you.